Nou, dit is zeg maar voor het komende jaar. Dus ik ga het even in de vriezer stoppen. Hoi, welkom bij deze nieuwe vlog. Zo, even de grote schoonmaak. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe opdrachtenvlog. Leuk dat je weer kijkt. In deze vlog ga ik een week lang op het voedsel van Good2Go leven. Wat is Good2Go? Good2Go is een app. En via die app kan jij voedsel van winkels of hotels of restaurants kopen wat zij anders weg zouden gooien. Dus dat is natuurlijk een hele duurzame manier van met ons voedsel omgaan. Maar deze week liep niet helemaal zoals ik hem zelf had gepland. En bij deze alvast excuses voor al het gesnotter en gesnif en vooral het veel geëet en gesmak. Goedemorgen, het is vandaag de allereerste dag van de challenge. En die begint niet helemaal zoals gepland, want ik ben een klein beetje griepig. Ik denk dat je dat wel kan horen en ook kan zien. Dus vandaag geen Good2Go eten voor mij, trouwens alleen vanavond, want ik heb nog spullen liggen van de Jumbo. Een lekkere maaltijd is bereid door mijn lieve moeders. We zijn benieuwd hoe het smaakt. Echt mam, wat gaat u doen? Dat is van Good2Go. Ja, dat kan wel wezen, maar dit is niet too good to go. Mam, het smaakt echt niet lekker meer hoor. Ik vond het, nee, er zitten ook garnalen in en kip en zo. Ik vond het, ik wil liever niet ziek worden. Nee, allemaal voedselvergiftiging. Ik vond het ook niet helemaal op. Maar dat is ook het nadeel van too good to go. Je krijgt hoeveelheden die voor ons te veel zijn. En het moet er echt dezelfde dag op. Dus helaas, spekken de kliko. Ja. Maar het is niet onze gewoonte. Als ik zelf boodschappen doe, dan gaat er eigenlijk bijna niks in de kliko. Zoals jullie horen is mijn moeder er nou nog niet heel erg gecharmeerd van. Wij zijn onderweg naar... Scherpenzeel. Ja, naar de Jumbo. Bij ons in de buurt zit niet echt een winkel die meedoet met Good2Go. Dus we gaan even naar Scherpenzeel toe. En ik heb 4 boxen besteld, dus hopelijk is het voldoende. En Marlies, hoe bevalt het jou Good2Go? Soms is het wel lekker, maar soms is het ook een beetje taaiig. Bijvoorbeeld vlees of zo. Voor het vlees taai? Ja, kijk, die mensen kunnen hier echt niet rijden. Vind je wel het idee? Wat vind je ervan? Ja, dat vind ik wel heel goed. Want in principe is het natuurlijk zo dat er heel veel weggeknipt wordt. Ja. En nu probeer je dat een beetje tegen te gaan. Alleen soms denk je wel eens van, oh, met vlees en zo. Ik zet zulke dingen vind ik altijd een beetje creepy. Maar hij moet net zeggen, we hadden net een taart van de Jumbo. En die hebben we toch wel in 1 dag met z'n tweeën lekkere weggesmikkeld. Nee, niet met z'n tweeën. Jawel. Mama heeft het meegegeven, toch? Nee, die heeft niet meegegeven. Ja, 1 hapje. Oh, really? Ja. Heb jij wel het meeste ervan op, hoor? Oh, dat is niet waar, hoor. Goedemiddag. Ik kom hier goed zo boxen ophalen. Ja, dat kan. Ja, super. Zie je voor hoe staan? Oh, wat super. Zie je stilt? Dat is top. Heel handig voor ons. Want nu hoeven wij het niet weg te gooien. En voor een klein bedrag kan u daar nog heel veel van genieten. Wat super. En hoe werkt het dan bij jullie? Alles wat wij ervoor dachten voor eigenlijk weg moeten doen. En wat eigenlijk nog goed is om te eten. Of nog niet bedorven is. Daar maken wij tasjes van en daar kan ik dan online bestellen. Wij zijn weer thuis. Als jullie zien zit ik echt letterlijk tussen de boodschappen. Het zijn er echt heel veel namelijk. Aardappeltjes. We hebben hier heel veel vlees. Ook vleeswaren voor op brood. Nog meer vlees. Boerenkool, spitskool. Vlees. Veldsla. Roerbakmix, bloemkool, drie, altijd lekker, tampot witlof, chocola, heerlijk, volle melk, bosbessenyoghurt en sinaasappeljoghurt. We kunnen er de komende periode in ieder geval weer even tegenaan met eten. Oké, Karel. Ik wilde net vragen, wat ga je ermee doen? Dat het in de vriezer zou liggen. Oké, okay. Nou, er kan nog alsnog één hoor. Het ligt hier voor het oprapen, jongens, het vlees. Wat ga je er nou allemaal mee doen? Nou, dit is zeg maar voor het komende jaar. Dus ik ga het even in de vriezer stoppen. Dus oké. Okay. Dan nog een keertje vallen. Nee, dat hoop ik ook niet, want dan kunnen we er wel soep van koken. Ja, dat denk ik ook. Lekker vleessoepje. Nou, doeg! Tjoeke tjoeke tjoek. Ja. Het ziet er echt als tjoeke tjoeke tjoek uit.
Ik ga het heerlijk proeven. Ik hou wel van andere dingen. Ja? Ja. Ik hoop wel dat u er niet ziek van wordt. Nou, dan weet ik wel waar het van is. Ja, dat is waar. Lekker. Ja, is het lekker? Heerlijk. U proeft er niks van? Daar moet ik wat van proeven. Nou, het is vandaag wel de dag dat het over de datum zou gaan. Oh, ja, dat denk ik van. Ja, dat proef ik niet. Heerlijk. Nou, geniet ervan hoor. We hebben hier in ieder geval nog voor de rest een hele schaal staan. Dus. Goedemorgen. Het is maandagochtend. En zoals jullie hebben gezien zit er behoorlijk wat in de Jumbo-zak. Maar geen brood. Dus dat betekent dat ik ga ontbijten op chocoladevla. Heel lekker. Maar zoals blijkt, het is dus niet altijd gezonder om van good to go te eten. Want je hebt totaal geen grip op wat je krijgt. En, nog een heel heugelijk feit. Woensdag ga ik met Frederik sporten. Dus sport ik dit er wel weer af. De smaakt nergens naar. Nou, je moet ook even wat zout. Een stuk dingen gezond, want dat is slecht voor je hart. Ja. Oh. Nou, boeit mij eens wat. Dit kan lekkerder. Vind je het lekker? Nee. Je moet het opeten. Je kan het niet weggooien. Een beetje de soep doen of zo, denk ik. Ik heb er wel eens lekkerder gegeten. Ja, ja, dus, dit kan lekkerder. Het is dinsdagavond en het is de laatste dag van de challenge, maar ik mag geen chocolade pepernoten. Ik vind het echt niet leuk. Maar goed, morgen ben ik er van af. Afblijven jij. Afblijven jij. Wat wel echt toppie is. Ik mag gewoon water drinken, jongens. Wat een feest. Afblijven jij. Oh, zo lekker water. Heerlijk. Zo genieten. Oh. Lekker, gewoon doen joh. Maakt toch niet uit. Zelfdiscipline is zo moeilijk. Echt ongelooflijk. Maar als je jong bent, moet je nog leren. Dus ja. Lekker. Sorry Chris. Sorry Evert. Dit is te lekker. Dat was hem alweer, de vlog voor deze week. Heb je nou een leuke opdracht voor mij die ik de volgende keer uit moet voeren? Stuur dan vooral even de punten uit een mailtje of reageer onder deze video. In de eerste opdrachtenvlog die jullie hebben kunnen zien, en heb je hem trouwens nog niet gekeken, ga hem zeker even kijken. Daarin hebben jullie kunnen zien dat ik uiteindelijk een hangmat ruil. Maar die hangmat ga ik natuurlijk niet zelf ruilen. Ik ga de hangmat op Marktplaats zetten en onder deze video, hoe zeg je dat? In de link van deze video? In ieder geval staat het linkje van mijn Marktplaats advertentie, dat is hem, staat onder deze video. Dus dan kan je even kijken hoe die er nou echt goed uitziet. En nou ja, goed. Jullie mogen lekker gaan bieden op die hangmat. En wie het hoogste biedt, daaraan verkoop ik natuurlijk mijn hangmat. Maar degene die dus de hangmat van mij koopt, die mag ook een goed doel bedenken waar zijn of haar geld naartoe gaat. Dus wil je nou geld aan een goed doel schenken, maar wil je er ook nog iets voor terug hebben? Dan zou ik zeggen, ga vooral lekker bieden op mijn hangmatadvertentie. En wie weet, verkoop ik wel de hangmat aan jou. Bedankt voor het kijken en natuurlijk tot de volgende vlog. Doei!